Klanten. Ze blijven maar bellen terwijl we gesloten zijn. Pas 4 weken of zo, 5. De lieve lust met Antoine. Goedemorgen. Dag Jenny. Oh, oké. Okay. Wat kan ik voor je doen, schat? Oh, je hebt je haar geblondeerd. Zelf. Was het erg moeilijk? Ja, nee, ik begrijp het. Ja, het pakje is leuk. Het pakje is prachtig. Maar het was wel jouw kleur natuurlijk die je in het pakje had uitgekocht. Had je die gekozen zelf anders in de winkel geholpen? Oh, zelfs geholpen. Meisje toch. En, wat ben je geworden? Oeh, je meent het niet. Kanariegeel? Oh, zelfs oranje. Och, kind toch. Daar loop je echt voor, ja, je weet wel. Nee, ja, ik heb ook mijn haar geblondeerd, maar dat is lastig, hè. Maar heb je... Oh, je hebt nog meer problemen. Oh, oh, wat dan? Je meen je niet. De punten vallen eraf. Oh, het is net kauwgom. Nee, 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 daar kan je waarschijnlijk niks aan doen. Nee. Ja, ik weet dat je van lang haar houdt. Ja, daar kan ik ook niks aan doen, schat. Het is vervelend voor je. Maar ja, helaas in de crisistijd van de corona. Ja, je moet toch wat? Ja, ik weet dat wij het ook niet mogen. Je kunt mij wel de schuld geven, maar ik kan er helemaal niks aan doen. Zo'n pakje belooft van alles, maar dat wil niet altijd zeggen dat het lukt. Nee. Nee, ja. Ja, maar... Nee, maar ik snap wel dat je heel graag wil dat ik er iets aan doe, maar ik mag dat niet, schat. Want als ik begin, dan heb ik dadelijk dat mijn zaak gesloten wordt. Als we dat open mogen, misschien volgende week, hebben we een probleem. Ja, ja, ik weet het. Ja, weet je, ja, het klinkt een beetje lullig, maar trek het er maar af. Dat wat los zit, haal er maar af. Dan heb je wel een beetje korte haar en een beetje oranje-geel. Ik bedoel, ja, tenslotte kanaries zijn ook vaak oranje-geel. Nee, maar oranje is nog ook de kleur ook en het wordt voorjaar. Geen hond die het ziet. Ja, en je lange haar is toch wel naar de knoppen. Ja, ik weet dat je er heel verdrietig van bent, meisje. Maar ja, ik heb het niet gedaan als kapper. En als ik er wel iets aan doe, dan heb ik het naar de hand wel gedaan, natuurlijk. Want dan zei ze, ja, maar bij wie ben je geweest? Ja, bij Antoine. En iedereen zegt dan, Antoine was het. Die heeft het gedaan, ja. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, sorry, schatje. Ja, heel veel sterkte ermee, hè. Heel veel. Ja, en niet meer doen, hè. Wacht maar totdat we weer open zijn. Dag, heel veel liefs. Doei. Dag, dag. Nou, snap je niks van. Die mensen kopen dan zomaar een pakje en denken dat alles maar gelijk goed gaat. Wat verdorie, weer eentje die de haar helemaal de knop heeft. Dat wordt nog wat als we dadelijk open zijn. Dag, meneer. Ja, dag. Oh, wat leuk. En kindjes, ja, ook leuk, ja. Oh. Nou, ik hoop toch wel dat het binnenkort ophoudt. Mijn eigen haar moet ook heel nodig een ander kleurtje krijgen, want dat is ook niet alles. Nee, nou, vlug naar achteren voordat ze er in de gaten krijgen dat ik te bellen. Doei!